mensen, welkom op Reflex. Mijn naam is Angelique. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom. Ja, allereerst wil ik natuurlijk weer iedereen hartelijk bedanken die zich natuurlijk in de afgelopen tijd heeft geabonneerd op mijn kanaal. Ik ben weer bezig met een actie, of eigenlijk twee. Ik ga bij 1000 abonnees, dit prachtige dek van Beyond Lemuria, ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens, want ja, ik ben, zoals jullie sommigen wel weten, ben niet zo goed in namen. Maar in ieder geval, maak ik kans op dit dek bij 1000 abonnees. Bij 11.11 ga ik ook weer verloten. En dan ga ik weer een aantal readings verloten en nog een dek, maar ik ben nog niet echt eruit welke. Dus dat is een verrassing nog, maar in ieder geval wil je kans maken, meld je aan. Ik ga twee keer verloten, dus twee keer zoveel kans. In ieder geval ga ik zo meteen beginnen. Oh ja, aanmelden is trouwens kosteloos, moet ik er wel even bij zeggen. We gaan beginnen met een liefdesreading voor het teken van Ram in de maand december. Dus ja, hoe leuk is dat? We gaan eens kijken wat we mogen weten. Ik gebruik daarvoor mijn eigen deck. De Twin Flame Love Oracle. En dit is eigenlijk gebaseerd op Twin Flame, maar ook eigenlijk algemene liefde. Dus we gaan eens kijken wat mogen we weten, lieve Ram. Patience. Geduld. Oké. Geduld is een schone zaak, zeggen ze vaak, hè, lieve Ram. Dat zijn er heel veel. Wat mag ik nog meer weten voor het teken stier in de maand december? Ik wou bijna november zeggen, maar december. Onthoud ook, lieve Ram, kijk ook je maan en je ascendant en je Venus teken. Dus weet je je geboortetijd, zoek het op. En kijk in welke tekens je nog meer je elementen hebt staan. Erg interessant, want het zegt veel over je gevoelsleven. Vooral maan gaat erover hoe jij in liefde en met gevoel, hoe jij daarin staat en hoe jij reageert. Dus dat kan heel anders zijn dan je eigen teken. Wat mag ik nog meer weten, lieve spirit? Signs. Oké, dus het is misschien mogelijk dat jij op synchroniteit of misschien tekens moet gaan letten in de maand december. Separation heb ik hier ook nog. En healthy choices. Nou ja, dan is dat natuurlijk vrij lastig. Healthy choices in de maand december. Kerst en de plaats, alles komt eraan natuurlijk. Maar in ieder geval healthy choices bedoel ik natuurlijk ook zorg goed voor jezelf. En dat hoeft niet alleen met eten, maar gewoon, alles. Pas een beetje goed op jezelf, is wat ik hier zie. En obsession. Of jij hebt een obsessie voor iemand, of iemand heeft dat voor jou. Maar in ieder geval geduld zie ik hier. Want er is kans aan dat jij niet in contact bent met degene die jij in je hoofd hebt. Of, je bent uit elkaar. Of je bent single. Of misschien niet bij degene die je graag wilt. Ik ga eens de Romance Angels deck erbij pakken. Wat mag ik nog meer weten voor de maand december voor het teken van de Ram? Mocht je mijn video's nou leuk vinden, deel ze, abonneer natuurlijk en like ze ook. Dat vind ik erg leuk. Het is ook weer een blijk van waardering natuurlijk. En ja, zo weet ik ook of het natuurlijk resoneert. Nou loopt natuurlijk niet iedereen op hetzelfde pad en dat weet ik natuurlijk ook. Maar ja. Oeps. Het duurt wat langer met schudden, zie ik. Kinderen. Kinderen hebben invloed op je liefdesleven. Dus het kan zijn dat je kinderen hebt, dat het daarom voor jou soms lastig is om een relatie aan te gaan. Of dat er, ja.
Dat is ook lastig natuurlijk. Als je... En bruiloft. Bij deze situatie hoort een bruiloft. Nou ja, bruiloft is natuurlijk... Het kan natuurlijk dat sommige van jullie gaan trouwen. Maar ik zie dat meer... Ja, unconditional love heb ik, vind ik eigenlijk meer die kaart. En familieaangelegenheden helen. Je liefdesleven zal er wel bij varen als je je ouders vergeet. En verloving onderop. Elkaar leren kennen. Wow. Ja, het kan zijn dat er gewoon dingen spelen met familie. Of in ieder geval uit je jeugd. Waardoor je het lastig vindt soms om liefde te ervaren. Hoeft niet voor iedereen, want ik trek natuurlijk verschillende kaarten en voor iedereen hebben ze weer een andere boodschap. Dus het hoeft niet zijn dat alles bij je resoneert, laat het dan ook los. Maar in ieder geval krijg ik deze kaarten door en ik heb nog, dit kan de ware zijn. Ja, dus twee verschillende boodschappen. Dus voor de ene partij kan het zijn dat er dus kinderen zijn waardoor je het lastig vindt om de liefde aan te nemen. En een andere kant zie ik hier... Dat je wacht op iets en graag een commitment wilt. Ja, dan een beetje ongeduldig bent. Want je bent niet in union met degene die je graag wilt. In ieder geval, ga ik verder kijken. Ik ga heel ander deck gebruiken. Dit is de Moonchild deck en ik vind hem prachtig. We gaan eens kijken, lieve Ram, wat mag ik weten in de maand december op liefdesgebied? De Eight of Swords. Oké, ja, je bent aan het denken. Hij is andersom, dus het is niet zo heel zwaar als hij normaal rechtop zou staan. Maar in ieder geval, de Eight of Swords is eigenlijk je gedachte. Je bent aan het malen over iets in de liefde. En dat kost jou veel energie. Maar Spirit zegt eigenlijk, laat het los. Je ziet hier, die vrouw heeft hier een sluier en die kan je afdoen. En dan voel je je ook niet zo gevangen in je gedachten. Ik heb hier ook de Four of Cups. Het kan zijn dat jij teleurgesteld bent geweest in de liefde. Nu is dit natuurlijk een hele andere afbeelding als de normale Rider-Waite Tarot. Maar wat ik hier eigenlijk bij zie, is dat je eigenlijk in jezelf moet gaan keren. En kijken, waar word jij gelukkig van? Wat heeft jou in het verleden niet het geluk opgeleverd, waar jij naar zocht? Maar wat is nou eigenlijk wel hetgeen waar jij graag de liefde in wilt vinden? En zoek daar een balans in, is wat ik hier zie. En probeer daar met kalmte over te denken en niet te overdenken. Divine Wisdom, dit is een net iets ander deck. Dit zegt mij dat je eigenlijk op je intuïtie moet afgaan. En waarschijnlijk heb jij iemand in je omgeving waar jij dus heel een sterke connectie mee hebt of voelt. Of het komt op je pad. Maar er is in ieder geval iets waar jij, misschien dat je dat aan het manifesteren bent of bent geweest. Maar Spirit zegt ook, je moet wel een beetje geduld hebben. Maar luister wel, de Empress is natuurlijk een hele mooie kaart. Dat is een vruchtbare kaart. En dat zegt ook dat je je spirituele pad moet gaan ontwikkelen deze maand in december. Misschien ben je daar al mee bezig. Maar let op tekens en let ook wat voor jou die betekenissen zijn. Want vaak schuilt daar meer achter dan je denkt. En zoek dat dus op. Of misschien dromen of in ieder geval. Maar de Empress is natuurlijk een hele vruchtbare kaart.
En ja, de spirit zegt, je moet naar je intuïtie luisteren. Het kan ook zijn dat je de liefde van je leven eigenlijk, de soulmate of je twin flame, weer gaat zien. Of in ieder geval weer een union komt. Of in ieder geval een contact. Want het staat ook voor communicatie. En je moet ook heel erg gelukkig zijn met jezelf. Vandaar die healthy choices. Dus eigenlijk twee hele sterke boodschappen. En de zon onderop. Ja, want als je dat doet. Als je weer in balans komt met hetgeen waar jij mee zit of hebt gezeten. Dan vind je balans. En daardoor kan je eigenlijk hetgeen wat jij graag wilt manifesteren in je leven weer terughalen. Wow, judgment. Nou, dat gezegd hebben, judgment. Is eigenlijk geheim. Er kunnen dingen aan het licht komen voor je deze maand december. Maar het kan ook dat je iets karmisch afsluit. Of eigenlijk de hartstochtelijke diepe verbintenis die jij zoekt op je pad krijgen. Soms kan het ook staan voor jaloezie. Dus misschien dat je soms met jaloezie kampt. Dat kan, maar het hoeft niet. Maar voor sommigen kan dat zo zijn. Omdat er iemand in je omgeving is die jaloezie is. En moeilijk zich kan uiten. Maar er liggen hier hele spirituele kaarten. Dus het is de bedoeling dat jij daar ook onderzoek naar gaat doen. Naar die tekens die jij op je pad krijgt. Want dat zegt vaak wel dat er iets aankomt. En dat kan heel goed zijn dat jij je twin flame of soulmate of in ieder geval, wauw, Ace of Pentacles. Hij is omgekeerd, dus je wacht eigenlijk op dat nieuwe begin. En de Page of Cups, ja. Page of Cups is een nieuw begin, of in ieder geval een aanbieding. Dus het kan zijn dat je een aanbieding krijgt, maar het is wel van belang om in de maand december dus ook met jezelf aan de slag te gaan. En naar je intuïtie te luisteren en ook eigenlijk je te uiten. Dus het kan zijn dat jij het lastig soms vindt om je te uiten of je gevoel te tonen naar personen in je omgeving. In ieder geval zie ik hele mooie kaarten. En wat ik al zei, ja, dit kan de ware zijn. Dus misschien heb je diegene al ontmoet en misschien zit je in een relatie. En gaat het misschien met ups en downs, dat kan natuurlijk. Want het is natuurlijk een heftige tijd, deze tijd. En ja, er zit natuurlijk heel veel tweestrijd. Maar het is de bedoeling om maar naar je intuïtie te luisteren. Te voelen, waar word ik gelukkig van? De een zal misschien een relatie verlaten. En ik zie bij de ander die single zijn, komen misschien weer in een union. En ja. Ik ga eens kijken. Wat ik nog meer mag weten. Even kijken. Oeps. Alleen liefde zal je vrijmaken. Laat al het oude los en staat nieuwe liefde in je leven toe. Wauw. Dus het kan zijn misschien dat je uit elkaar gaat, dat je kinderen hebt en dat het lastig is. Dat het door je jeugd komt, dat je soms inderdaad ook niet kan uiten. Maar in ieder geval, wat ik hier ook al zag, het is tijd om eigenlijk dingen los te laten uit het verleden. Waar zit jij mee en wat heeft jou niet gelukkig gemaakt en waar wil jij eigenlijk in het nieuwjaar of einde december mee aan de slag gaan. Zodat je eigenlijk weer de liefde van je leven in je leven kan manifesteren. Of misschien een oude liefde terug. Of gewoon een hele nieuwe verbintenis wat ik hier zie. En dat zie ik hier liggen. Dus het kan zijn dat je met een karmische relatie te maken hebt gehad. Wat voor jou... ik hoef niet meteen dat dat heel... hoe moet ik het zeggen? Karmische relaties leer je altijd iets. En dat kan lastig zijn, maar het kan ook juist weer, hoe ik het altijd zie, je heel veel wijsheid meegeven in eigenlijk de volgende relaties. Want dan weet je wat jij dus niet meer wilt. En je weet ook hoe jij bepaalde situaties kunt aanvoelen. Als er iets niet klopt of er is iets en dat zegt spirit. Dus gebruik die divine wisdom. Gebruik dat om dus je eigen innerlijke en... ook naar buiten te brengen. Als jij iets voelt, spreek het dan ook uit. En dan is het gewoon heel goed mogelijk dat jij gewoon... ja, een heel nieuw pad en ook op stabiliteit, zeg maar, weer krijgt. En hij ligt omgekeerd, maar dat ligt natuurlijk ook aan de keuzes die de vrije wil, zeg ik altijd. Dus eigenlijk een extra boodschap. Wat mag ik nog meer weten?
Ja, daar was ik weer. Hij hield er weer mee op. Ik weet niet wat soms de energie doet met mijn apparatuur. Maar in ieder geval vielen er nog drie uit. Ik heb hier onweerstaanbare aantrekkingskracht. En het verhoorde gebed. Je gebed zal verhoord worden. Wat ik al zei, ga in je innerlijke. Kijk wat je wel gelukkig maakt en niet wat je niet gelukkig heeft gemaakt. En lachen is het beste therapie en liefde is het allerbeste medicijn. Maak samen veel plezier, vrolijk en speels. Wauw. Nou, dat is een mooie boodschap voor de maand december. Ik wens jullie natuurlijk al het goeds deze maand, lieve Ram. Waarom ik nou weer stier zeg, ik weet het niet. Maar in ieder geval wens ik jullie al het goeds. En ik hoop jullie natuurlijk snel weer te zien in een van mijn andere readings. Mocht het resoneren, doe het duimpje omhoog. Like het desnoods en delen mag natuurlijk ook. Ik wens jullie heel veel goeds deze december. Doeg!